Kijk, ik ben geen gewelddadige mens. Ik ben geen vechter. Als kindje wel. Toen ik klein was wel. Toen man. Vechten. Maar... Yeah, right. Man B, met al de kracht die hij in zich heeft, balt zijn vuist en slaagt zo... Bam! Door de venster van de gokwinkel, trekt zijn hand terug. Er is geen bloed te zien, niks gebeurt. En die gaat gewoon verder tegen man A, vol een bak. En die doet alsof er niks gebeurd is. Alsof. Want elke man hier weet dat die mens heel even zijn eigen 13-jarige zelf in de verte heeft horen roepen... Dat is het coolste dat jij ooit hebt gedaan. Het enige waar jij als ouder echt voor moet zorgen, dat is dat je kindje opgroeit tot een gezonde, weldenkende, blanke cis-hetero man. met een accent dat zegt humus. Lekker. En daardoor ben ik na 2 dagen in het bezit van, en nu komt het, een pot pindakaaspoeder. Dat klopt, want ik had die besteld. Maar ik sta daar in het postkantoor met mijn pot pindakaaspoeder. En ik denk in mijn eigen, hey, kijk, ik sta hier in hartje Antwerpen. Sterker nog, Borgerhout binnen de ring. En het heeft 2 dagen geduurd, hè, om aan poeder te geraken. Dat zijn wij niet gewend, hè, mensen. Dat is zwaar beneden niveau. Ik denk in mijn eigen hoofd van, ah, maak dat nu mee. Mijn lokale criminelen hebben meer zin voor klantentevredenheid dan de post. Is het u ooit opgevallen dat de sterkste man in het bedrijf nooit de baas is? Dus... Als je in de fitness bent en je ziet die gasten aan dat toestel, dan moet jij denken, ah kijk, personeel. Ik geef het even mee. Goed.